Ik ben Jelme de Boer. Ik ben 29 en ik ben in de categorie health blogger. Ben ik een van de weinige mannen, denk ik. En ja, dat doe ik al 3 jaar. Beschrijf je leven in 3 woorden. Vrijheid, uitvinden en ontdekken. Je favoriete emoji? Ik denk deze trouwens. De peace? Ja. Heb je spijt van iets? Ja, dat ik heel lang gestudeerd heb en niet direct ben gaan doen wat ik leuk vind. Wat zou mensen verrassen over jou? Ja, dat ik stiekem gewoon heel onzeker ben. Waar knap je op af bij meisjes? Van die Nike schoenen met zo'n ingebouwde hak die zo zeg maar een soort half sneaker, half hoog zijn. Wat is je openingszin? Hallo? Mogen we je laatste WhatsAppje lezen? Mijn laatste WhatsAppje? Mm-hmm. Het laatste WhatsAppje is Yes3. Want het was een vraag van een vriend van mij. Je bent toch nu weer een paar weken in Nederland. Blondines of brunettes? Brunettes. Welk parfum gebruik je? Hugo Boss. Ik weet niet welke Hugo Boss. Boxers, briefs of niks? Briefs. Top or bottom? In welke zin? Wat jij wil. Bottom. Fashion flatters, heb je die wel eens gehad? Ja, want ik had vroeger van die Sparco schoenen. Ja, dat zijn van die race schoenen. Die waren heel erg hip in Drenthe waar ik woonde. Ik kreeg een beetje een rood hoofd toen ik er aan terugdacht dat ik dat heel cool vond. Wat is je ergste dronken actie? Ja. Op een full moon party in Thailand in slaap vallen op het strand. Op de party? Ja. Tijdens? Gewoon, ja, tijdens de full moon party. Okay. Hoe ziet je droomvrouw eruit? Als je diepzinnig wil, mag dat? Nee, ik ben niet zo diepzinnig. We blijven wel een man natuurlijk. Ze is in ieder geval niet groter dan 1,65 meter. Niet groter dan 1,65? Nee. Er vallen heel veel Nederlandse vrouwen af. Ja, dat weet ik. Voor de rest boeit het echt geen reet eigenlijk. Heb je wel eens iemand gedumpt? Jawel. One night stands of liever niet? Liever niet. En tot slot is er nog iets wat we van je moeten weten. Volgend jaar komt mijn boek uit. Oh, eindelijk. Ja. Een echte. Een echt boek. Ja. Vond je het leuk? Ja. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Oké, alsjeblieft. Cool.